Stratums Eind moet veranderen. Recordcijfers voor chipmachinefabrikant ASML. En Dakar-winnaar Gerard de Rooij gehuldigd. Burgemeester Van Gijzel wil Stratums Eind gaan veranderen. De straat moet volgens hem niet meer alleen maar bestaan uit kroegen en cafés. Volgende week gaat hij al in gesprek met de kroegbazen over de toekomst van de uitgaansstraat. Kijk, Stratums Eind is niet altijd zo geweest. Vroeger zat er veel detailhandel ook, met allerlei winkeltjes, de Spijker, maar ook je had daar de typemachine Triumph en er zat van alles, allerlei functies, heel erg gemengd. Het is nu de langste uitgaansstraat van Nederland met de meeste kroegen op een rij. Dat heeft zo zijn voordeel en zijn aantrekkelijkheid, maar het heeft ook een beperking in zijn houdbaarheid. En wat we dus zien is dat sommige van de panden al heel lang leeg staan. Daar komt ook niemand nieuw meer in. En de meeste ondernemers zeggen ook tegen mij, het kost wel ontzettend veel moeite om het gewoon financierbaar te houden. Door de veranderingen op Stratums Eind moet ook de veiligheid worden verbeterd. Afgelopen maandag besloot Van Gijzel dat Players en Saté de komende weken om middernacht moet sluiten. Volgens de gemeente hebben de portiers die daar werken buitensporig geweld gebruikt. De LPF vindt het wel een hele zware straf voor de kroegen. In de eerste instantie is de kroegbaas natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat er in zijn en rondom zijn bedrijf gebeurt. Daar is geen verschil van mening over. Maar het is natuurlijk wel zo, als de portier buiten proportioneel geweld gaat gebruiken, buiten op straat, waar de kroegbaas niks aan gaat doen omdat hij binnen zijn kost staat te verdienen, ja, dan moet je die portier aanpakken en je moet die ruilschoppers aanpakken. En niet de kastelein zijn café gaan sluiten, want dan pak je de verkeerde man. En dat is eigenlijk mijn punt. Kijk, het is precies hetzelfde. Als de politieagenten het fout zouden doen, word ik er als burgemeester ook op aangesproken, hoor. Dus ik maak daar geen enkele illusie over. Je bent verantwoordelijk, je bent uitbater, je wil mensen naar je binnen hebben. Dan ben je gast hier, dan zorg je dat het op een ordentelijke manier gebeurt. De kroegbazen van Santé en Players wilden niet voor de camera reageren. De advocaat van Players wil nog een gesprek met burgemeester Van Gijzel om het sluiten van het café te voorkomen. Als Players toch dicht moet, overweegt de eigenaar gerechtelijke stappen.